Pesten op school. Het is een onderwerp dat de laatste tijd veel aandacht krijgt. Basisschool De Omgang in Schaik besteedde er zelfs een themaweek aan. De afsluiting van dit onderwerp volgde in presentatie met dansjes en liedjes. En dit alles onder de noemer respectvol met elkaar omgaan. Pesten is stom, pesten is klein. Je hoeft niet te pesten om cool te zijn. Pesten is laag. Ik ben naar je elkaar heen gegaan. En, want ik wou iets doen met pesten, want dat mag gewoon niet meer gebeuren. En dat is heel rot. Als je, want ja, dat voelt niet fijn. En toen hebben de meesters en juffen erover gepraat. En toen hebben wij bedacht dat we een week gingen organiseren over de respectvolle school. En toen kwam Anneloe erbij. Waarom kwam jij erbij, Anneloe? Vertel maar. Ja, ik vond het niet zo leuk dat er gepest wordt en daar wou ik ook iets aan gaan doen. En Harm deed er al iets aan en toen mocht ik meedoen. We hebben er samen met meneer Jan, onze directeur, we hebben met juffrouw Karin en juffrouw Larissa. We hebben dat allemaal georganiseerd. Ja, toen hadden we posters gekregen van Myrthe. Die komen van Myrthe af, van die mama van de school. En hoe hebben we dat met de posters gedaan, Anneloe? Dat kan jij vertellen. Toen gingen we naar elke klas en toen gingen we iets over de posters vertellen. We hebben het dansje geoefend en we hebben dan zelf die toneelstukjes gedaan. En ja, veel gedanst en geleerd en geoefend. Heel veel over gepraat. En de afsluiting was vandaag, dat was natuurlijk de klapper van de week. We hebben ook de ouders erbij uitgenodigd, omdat we ook vinden dat op onze school de ouders heel erg belangrijk zijn. En wij wilden laten zien met de hele school wat we gedaan hebben. En wat we ook gedaan hebben deze week, we hebben met alle klassen één lied geleerd. En waar ging dat lied over? Over pesten en dat je dan samen is veel leuker als dan alleen. Dus dan moet je echt gewoon niet meer alleen zijn, proberen. En we hebben dit lied ook gekozen omdat we het met de hele school wilden doen. Nou, die klapper aan het einde met de hele school. Ze hebben de papa's en mama's ook nog de move tegen pesten gedaan. Doe die eens even. Lef. Ja, dat is de move tegen pesten. Juf, gaan we naar buiten. Maar daarvoor ga ik eerst zeggen dat er niet gepest wordt. Is goed, dan doe ik pesten. En toen gingen ze naar buiten. Het jongetje zat aan het pesten, maar hij wou helemaal niet pesten. Toen zag hij dat zijn vrienden aan het voetballen zijn. En toen liep hij naar zijn vrienden. En toen vroeg hij aan Bart, mag ik meedoen? Ik ben jouw vriend niet eens, omdat jij mij plaagt. En toen bedacht dat jongetje, ik ga wel naar de juf. En de juf zei, je zei zelf dat je de kinderen deed plagen. Maar eigenlijk wou hij jongetje helemaal niet plagen. Nou, dan komt het volgende verhaaltje over respect. Daar gaan we. Ik heb een muurtje om me heen gebouwd. Dan kunnen jullie mij niet raken. Ik vind me niet stoer, want ik vecht de hele tijd, maar dat wil ik niet. Ik wil meespelen, maar ik weet niet hoe ik het moet vragen. De schooltijd is voorbij. Wil je me helpen? Anders wordt de juf boos. En toen was het nacht. En toen opeens viel er een vallende ster. Hij wenste dat het muurtje kapot ging.
Opeens hoorde hij gekraak. Het was het muurtje. Hij riep hoera. En toen rende hij de bladzijde uit. Er was eens een meisje. Ze heette Fleur. Ze werd gepest door twee jongens. Die jongens heetten Lucas en Mark. Ze pesten Fleur met de clubplaat door te scheuren. Op een dag kwam Fleur de jongens weer tegen. Fleur zei tegen de jongens, ik wil mijn tekeningen aan papa en mama laten zien. Maar ik wil nog wel vrienden zijn. En zullen jullie het nooit meer doen? Oké, zeiden de jongens. We zullen het nooit meer doen. Oké, zei Fleur. Zullen jullie het echt nooit meer doen? Want pesten is niet leuk. Juffrouw Eefje. Seven is below.